Hey, hallo en uh, welkom terug bij een nieuwe video op het kanaal. Vandaag spelen we. wij weer heel erg mooi Car Factory Tycoon. En zoals jullie kunnen zien hebben wij 35,5 miljoen. Even kijken, ja, je kan 35 miljoen cash kopen. Je kan 15 miljoen cash kopen. Maar als je echt zo stoer bent als dat wij zijn, dan kopen wij dit niet. Maar werken wij hier gewoon hartstikke hard voor met onze autofabriek. Um, we kunnen de conveyor gaan upgraden. Maar er is ook een update geweest. Uh, deze kost nu geen 1000 gems, maar. 750 gems en je kunt ook een restocker kopen dat die dus constant de materials daar restockt en je kunt rebirthen voor 500 miljoen als je de ev factory dan unlock je de eve factory maar ja ik heb nog lang geen uh, 500 miljoen en mijn tycoon is ook niet af dus de uh, rebirth gaat een beetje lastig uh, met die 35 miljoen gaan wij geen uh, dingetje, geen, uh, geen restarten. Maar wij gaan eventjes door naar de volgende auto. Wij gaan de Nissan Skyline, gaan naar de Audi R8, naar de Lexus CL500, naar de Bentley International GT en naar de Luxus FLA. Geen idee welk merk dat zou mogen zijn. En voor 8 miljoen kunnen wij hier nog een conveyor gaan maken. Gaan we ook natuurlijk weer eventjes heel leuk alle alle troep eromheen. Building 3, daar wacht ik nog eventjes mee. Even je lekker alle troep. En even hier is natuurlijk nog weer de andere kant. Te hebben. Bop, 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 bop. Oh, 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 wat leuk. Halve camping hier gewoon. Non uh, de Hebben wij nog 18 miljoen over. En dan kunnen wij eventjes... Oh, dit is echt duur. Uh, sowieso twee van deze. En dan gaan we gewoon... Oei, mijn geld is op. Mijn geld is op. Ik heb nog 3,6 miljoen nodig. Ja, dat is toch best, best wat. En dan kunnen we de wielen erop laten. Dit zijn wel mooie wieltjes, dat moet ik wel even nageven. En dus wij gaan eventjes in deze korte timelapse alle auto's die we op het moment hebben staan verkopen. Zo, alle auto's zijn verkocht en we hebben weer 3,5 miljoen. Uh, waar ik sowieso ook even mee ga nemen, zijn eventjes wat materials uh, voor deze conveyor. Dat gaan we eventjes natuurlijk vullen. We kunnen hem gewoon nog steeds niet kopen. 3,6 miljoen, waar gaat het over? Echt, maat. Ho, ho, ho. We hebben gewoon uh, nog steeds de, drie, uh, ja, we de uh, drie parkeerplaatsen zijn er. Dat vullen we alvast eventjes voor het vervolg. Vullen wij alvast de conveyor aan. Uh, voor 6 miljoen hebben we een derde gebouw. Dat er gewoon nog een derde gebouw komt waar we uh, construction en militaire vehicles gaan verkopen, als het goed is. Uh, als het goed is, uh, zit deze conveyor nog lang niet vol. En dat gaan we wel eventjes regelen. Dus we pakken weer wat metalen plaatjes en wat glas. En dat moeten we nog eventjes een keertje doen om hem bij te vullen. Wat is dit dan? Dit is een uh, McLaren. Wat mooi. We hebben hier nog Lexusjes. Oei, die zijn wel drie ton in één keer. We kunnen hem nu ook gewoon upgraden. Maar ik wil wel zelf eventjes de wielen onder deze sappige auto plaatsen. Dat vind ik wel een eer om eventjes te doen. Hoppa. Uh, alle wieltjes eronder, prachtig. Gaan we nu eventjes de. Of oh, we zijn weer broken. Maar we hebben wel max. Hè? We hebben wel uh, alle werknemers die we eraan kunnen hebben. En ik ben benieuwd hoeveel deze. Uh, mooie McLaren, waard is ze waar, valt de airdrop, de airdrop valt daar, span ik alvast mijn autootje in, gaan we daar zo meteen even naartoe rijden. Voor 3 ton, oké, okay. dat is, uh, dat is ook de scamwaarde van die. Nee. Oei oei, we gaan eventjes naar de lootdrop toe rijden. Of, ja, rij wel even naar lootdrop door, die is toch voor ons. Uh, nou, dan zijn we zijn weer mooi bij de lootdrop we zijn nog lang niet bij de loot erop. We moeten nog een stukje doorrijden voor de loot erop. Oei, er is nog iemand die uh, profijt veel van de loot erop, lijkt wel. Zijn we nog steeds niet erbij genoeg? Zo. Hier, hier moet de loot erop ongeveer landen. Ik zag net... Oh, ja, Lucas wil hem ook. We willen allebei de loot erop. Oh, we gaan allebei springen. Nou, ja, dat is uh, ook een goede, zeg maar. Gaat -ie als hij op dit dak gaat landen. Oh, of dat -ie. gaat hij het net halen? Ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Kunnen we op elkaar staan? Nee, we kunnen niet op elkaar staan. Oké. Okay. Uh, nou, dan gaan jullie zien hoe wij de loodrop gaan pakken. Hoppa! We hebben gewoon lekker de loodrop bemachtigd. En dan racen wij nu weer door naar onze eigen factory. Oh, er staat weer een sappige McLaren voor de deur. Op 2 gewoon. Nou, die gaan er eventjes voor. Een mooie meerwaarde. En rollen die eventjes lekker het terrein af. We hebben alweer 2 miljoen binnen. Heel mooi. Um, zo. Uh, even kijken, wat is hier de duurste van? En. Oh, dit zijn wel echt. Ja, ik wist gewoon. Ik kon gewoon uit drie verschillende scammers kiezen bij deze. Heel mooi. En will Tanner, Henry of Lucy? We gaan hem lekker aan Diane verkopen. Geen idee wat zijn naam is. Maakt eigenlijk ook vrij weinig uit hoe die heet. Als ik maar geld zie. Hè? Zo. Dan Kunnen we nu al upgraden van auto? Dat is denk ik wel... Oh, dat kunnen we net eventjes niet. We hebben net eventjes te weinig geld. Voor oh ja, alleen de parking spaces. Maar die zijn niet zo heel nuttig om te hebben als, uh, als we er veel geld uit willen. Zo. Het is alleen uh, nuttig als ik ze wil opslaan tijdelijk. Maar ja. Wat heb je nou aan opslaan? Gewoon gelijk verkopen die rotzooi. Uh, dan gaan we gaan dan eventjes lekker de komende tijd nog even geld maken. En kijken of we de huidige conveyor ook nog een beetje kunnen uitbreiden. Tot zo. Uh, ondanks dat we in de time-lapse vaak gescamd zijn, hebben we ook wel weer lekker veel geld binnen. Uh, we gaan even lekker de Rolls-Royce uh, kopen. En voor de rest hebben wij geen geld meer, dat is wel verdrietig. Uh, zo, dan duwen wij nog even wat materials erin. En hier nog even wat materials bij. En nog even wat meer materials erbij. En dan na de deze McLaren zouden we als het goed is moeten beginnen aan de bouw en verkoop van de Rolls Royce. Dat, uh, dat vinden wij mooi. Dat vinden wij sappig. Daar houden wij gewoon van. Dat is gewoon mooi. 71k. Uh, 64k. Heel mooi. Dan gaan wij weer even deze Lexus verkopen aan de hoogste bieders. Daar staat de laatste McLaren. Daar staat de laatste McLaren. Even kijken. Daar wordt nog een beetje gehamerd. De laatste McLaren rolt hier de trein af. En dan krijgen we nou. Even dat er mooi gelast gaat worden. Oh, het is een rolls Phantom. Dat is wel een lekker ding hoor. Dat is wel een lekker ding. Uh, ja, hier de wieltjes. Heel veel wieltjes. Maakt het heel veel uit? Nee, eigenlijk niet. Op 3,5 seconden eventjes de wielen erop schroeven. en dan staat hier onze Rolls-Royce Vent, maar ik ben benieuwd wat de verkoopwaarde gaat zijn. En weer 3.10 ton, lekker ook weer door. En die naar zijn eigenaar en die naar zijn nieuwe eigenaar. En dan ben ik benieuwd wie de Rolls-Royce mee naar huis mag nemen voor natuurlijk wel een mooi bedrag he. Voor wel een mooi bedrag. Deze gaat voor 300 Ik ben gewoon gescamd voor een Rolls-Royce gescamd voor een Rolls Royce. Even kijken, oeh, we kunnen wel, oeh, we gaan gelijk door naar de Ferrari. Oeh, oeh, dat wordt lekker. Dat wordt lekker binnenkomen. Uh, en dat het binnenkomen gaat lekker gebeuren in de volgende aflevering. Heb je nou genoten? Abonneer dan zeker, want dit was hem alweer. Tot de volgende, later.